Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie mijn make-up stash gaan herindelen. Ik heb hiervoor een aantal bakken gekocht. En ik wil dus gaan proberen om mijn bepaalde make-up producten in deze bakken te gaan doen. Niet alles past erin. Want ik heb voor andere dingen ook weer andere mogelijkheden om op te ruimen. Maar ik ga in ieder geval laten zien hoe ik mijn make-up stash ga indelen met bepaalde inlegbakken. Dus ik zal je ook wat meer informatie geven over deze inlegbakken. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik mijn make-up stash ga indelen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals ik al vertelde, ga ik hiervoor inlegbakken gebruiken. En dit zijn deze inlegbakken. Deze zijn van de IKEA. Ze hebben de naam Noyig. Ik zal de prijs even in beeld neerzetten, want ik weet niet meer precies uit mijn hoofd wat ik ervoor betaald heb. Maar dit zijn van die handige inlegbakken en ze passen dus in de kasten van de IKEA. Ik heb zelf Alex kasten van de IKEA voor mijn make-up. En ik moet zeggen, je houdt wel wat ruimte over als je deze erin legt. Maar dit leken me van die ideale bakken om hier mijn make-up in op te ruimen. Zoals ik al zei, ik heb voor niet alles gaat erin. Het is voornamelijk voor mijn poeders, mijn highlighters, mijn blush en lippenbalsems. En nou ja, goed. Ik ga je in ieder geval gewoon meenemen. Maar ik gebruik dus deze bakken van de IKEA om mijn make-up stash te gaan organiseren. Dus ja, laten we gewoon maar eens eventjes lekker aan de gang gaan met het organiseren van mijn make-up. De la die ik ga doen, dat is de poederla. Dus ik ga hier alle poeders uithalen. Ga ik er een doekje doorheen doen en dan zet ik ze allemaal netjes terug in de bak. Dus dat is allereerst de eerste la die ik wil gaan doen. En ik moet nog even kijken hoe ik de rest wil verdelen, maar de poeders moeten sowieso netjes, want dit is echt verschrikkelijk. Dus die ga ik er eerst even uithalen. De volgende la die netjes gemaakt gaat worden, dat is deze la. Dit zijn de bronzers. Dus ik ga alles weer even uithalen, schoonmaken en dan ga ik hem gelijk even netjes maken. Ik zie hier nog een highlighter die hier helemaal niet hoeft. Die moet in de highlighter la. Dus deze ga ik nu eventjes mooi opruimen. Hier staan ze allemaal terecht. Ja, die grote die willen niet heel erg goed. Maar nu is er nog steeds ruimte om dus ook nog wat andere neer te zetten als ik weer nieuwe erbij krijg. Dus ja, ook wel weer heel blij mee. Ik hoop eigenlijk dat ik nog een andere la vind voor de mascara's. Daar ben ik niet helemaal tevreden over. Maar voor nu vind ik deze la ook wel weer heel erg goed ingedeeld. Dus ja, ik ben er ook wel weer blij mee. De volgende la die ik ga aanpakken, dat is de la van de blushes. Dus ook hier gaat alles weer uit en dan ga ik dit eventjes opnieuw indelen. Dus zo ziet hij er nu uit. Het is best wel een bende, dus ik ga deze eventjes uitruimen.
deze la ziet er weer netjes uit. De losse blusjes staan hier allemaal. En de grotere paletten heb ik hier aan de zijkant staan. En dit zijn dan vooral creamy producten. En hier heb ik nog drie losse paletten. Dus het ziet er ook alweer een stuk beter uit. Ja, ik ben weer heel tevreden met deze la. De volgende la die we gaan opruimen, dat zijn de highlighters. Zoals je kan zien ligt het allemaal door elkaar heen. Dus ik ga dit nu allemaal leeghalen. En dan ga ik ze dus mooi ordenen in de bak. Dus ja, even deze doen. Zo zien de highlighters er dan uit. Ik heb er hier een paar naast gezet die niet kunnen. Dit zijn vooral ook vloeibare highlighters. Maar hier zitten dus nu alle poeders. En ja, er is nog ruimte om wat neer te zetten. Ik heb de grote paletten in een andere laag gelegd. Maar daar komt verder ook niet zo'n bak in. Dus ik ben in ieder geval over deze la nu ook al wel weer heel tevreden. Dus dat is ook alweer mooi. Dan zijn we aangekomen bij de bak met de lippenbalsem. Zoals je kan zien ligt alles helemaal door de war. Misschien dat ik nog gebruik wil gaan maken van doorzichtige bakjes. Maar dat ga ik zometeen even bekijken als ik de bak erin heb. Maar ik ga nu eerst even alles eruit halen en zorgen dat er ook even een doek doorheen gaat. En dan kan ik even kijken hoe ik dat eventueel nog anders kan verdelen. Maar dat gaan we nu dus eventjes doen.
Oké, ook de lippenbalsem staan. Ik moet wel zeggen, het is een beetje lastig, want het stapelt niet echt lekker op. Ben ik er al helemaal tevreden mee? Absoluut niet. Maar hier moet ik eventjes wat anders voor bedenken. Ik weet gewoon even niet hoe ik dat nu moet doen. Maar in ieder geval, dit staat in de bak en dat vind ik wel heel fijn. Dus dat kan ik dan gewoon zo aanvullen. Dus dat vind ik wel heel netjes staan. Misschien dat ik hier gewoon eventjes gewoon een losse bak voor pak. Maar ja, voor nu heb ik hier even geen plek voor. Maar dit is in ieder geval alweer mooi. Nou, ik ben zelf in ieder geval heel erg blij met het resultaat, hoe ik mijn make-up heb ingedeeld. Ik wil er wel even bij zeggen, ik weet dat ik heel veel make-up heb, maar ik test ook heel veel uit natuurlijk voor mijn blog en voor YouTube. En ja, dan zet ik het gewoon in mijn make-up stash neer, maar het is niet om op te scheppen om te laten zien van kijk eens hoeveel ik heb of zo, want ja, dat is gewoon iets wat bij mijn hobby hoort. Maar goed, dat wilde ik in ieder geval even gezegd hebben. Ik ben in ieder geval wel heel blij met het resultaat. Ik vind het fijn ook dat er wel wat ruimte overblijft, want dan kun je er nog eens wat dingen naast zetten. En dat vind ik zelf gewoon wel heel handig. Ik weet niet of je misschien ook nog een slag groter hebt van deze bakken, zodat dat helemaal zou passen. Maar ik vind het in ieder geval wel heel fijn hoe het nu geordend staat. En ja, ik word er zelf wel heel gelukkig van. Het geeft mij ook rust in mijn hoofd hoe het er nu bij staat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij van het resultaat vond in combinatie met de inlegbakken van de IKEA. En of je er misschien inspiratie uit op hebt kunnen doen. Want je kunt deze bakken natuurlijk ook gewoon gebruiken voor ja, misschien een bureau of zo. Waar je ze inlegt, waar je dingen in kunt opbergen. Goed. Ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!